We hebben een tijdje geleden, ik denk nou een jaar geleden, hebben we deze stoeltjes gekocht op een rommelmarkt. Er ging zo'n toko, die was failliet gegaan of zo. En deze hebben we gekocht voor €2,50 per stuk. Dus het is wel leuk om daar wat mee te doen. Ik had dit in mijn vorige studiootje, zat ik hierop. Toen ik nog filmpjes te maken op zolder, zeg maar. Maar ja, ze hebben wel wat liefde nodig. Het ziet er niet echt leuk uit, zeg maar. Dus daar gaat nu een verfje ook op. Hij wordt eerst geschuurd. En dan gaat dit kleurtje erop. Pine Forest Green. Dat is gewoon een krijtverf, is dat. En dan kijken of we er wat leuks van kunnen maken. Maar ik denk het wel. Dus ik zal wel even een kleine timelapse doen van het schuurwerk. Wat waarschijnlijk niet door mij gedaan wordt. Maar dat geeft niet. En dan gaan we het zien of ze leuk worden. Dit is de tussenstand. Stoel 1 is half wit geverfd. De zitting en de rugleuning die blijven gewoon dezelfde kleur. En de rest wordt een mooi groenig kleurtje. Deze nu helemaal afgetaped. En die kan dus ook wit geschilderd worden. En daarna gaat de krijtverf eroverheen. We gaan eerst even appie eten. Ondertussen zijn we 80 miljoen lagen verder, maar ze zijn wel echt super tof geworden. Echt heel mooi donkergroen zijn ze ook. En nu was de bedoeling dat we ze gingen proberen te verkopen. Ik denk alleen dat we hier nog wel een laagje met vernis overheen moeten doen. Maar dat is een klusje voor morgen, denk ik. Als we dat nog doen, maar ze zijn wel echt super tof geworden. Dus ja, dat was het.